Kijk, die man is daar in zijn eentje bezig in het land. Ja. En die was net ook driftig aan het een paal de grond in aan het slaan. Oh kijk, dat gaat hij nu weer doen. Een nieuwe omheining, denk ik. En die paarden daarachter, zie je dat? Die vinden het allemaal een beetje spannend. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij doet. In de zin van, maakt hij een omheining of wat doet hij? Het lijkt er wat wel op, ja. Ja. Zullen we erheen lopen? Zullen we gewoon eens proberen? Ja, een klein stukje lopen. Maar even kijken hoe we dat doen met die sloot. Oh, staan we. Oh, nou, ze kunnen er langs. Oké. Oh, we hebben een sloot, maar hij is er zelf ook gekomen. Ja, hè? Dus, we gaan even kijken hoe we daarheen gaan. Hoppakee, yes. Hè? Hoe komen we daar, Leonie? Ja, hier staat het hek wel open. Ik denk gewoon dat hij is hier wel langs gekomen. Door moeten lopen en dan daar oversteken. Ja, daar is volgens mij een dam. Ja. Even kijken. Ja, hij spant ook draad. Ze komen naar ons toe. Ja. Is dat een beetje veilig? Ja, hij is veilig hoor. Oh. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Een omheining aan het maken? De paadjes waren uitgebroken. Daar lopen twee fjordenmerries. Ja, oh, die lopen daarachter. Die zijn hengsten waarschijnlijk. En deze jongens die zijn een beetje mans. Die zijn puberig. Dus die gaan naar die merries toe. Oh kijk, je ziet hem ook lopen. Is dat een hengst? Of ja, dat is een hengst. Ja. Dus die gaat nou weer naar die ponies toe, want die zijn hengstig. Dus zo ben je op je zondag weer bezig, hè? Ja, dit was eigenlijk niet de bedoeling. Dit was niet de bedoeling, nee. Klopt. Maar hoe ga je het aanpakken? Want ze mogen hier dan... Waar moeten ze naartoe uiteindelijk? Ja, dit stuk moeten ze. Ja. Dus ik heb nog een oude pony op het autootje staan. Ja. Die pak ik zo meteen en dan lok ik ze daar zo meteen... Met die oude pony? Ja, dan lok ik ze weer daarheen. Want die vinden ze ook toch nog wel interessant? Die vinden ze interessant, dat is wat nieuws. En dan lopen ze daar zo weer achteraan. Oh, zo doe je dat? Ja. En zo gaat dat. Ja. En wat zijn dit voor? Want dit zijn hengsten. En waar heb je deze voor? Dit zijn KWPM-paarden. Ja. Springpaarden. En die houden we tot 3 jaar. En dan gaan we kijken of ze goed genoeg zijn, zeg maar, om aan te houden. Ja. Want dus. je zit zelf in de springsport? Ja, we fokken een beetje. We doen een beetje handel. Dus we hebben dit jaar weer 13 veulens. En we fokken elk jaar weer een aantal jonge paarden op. En ja, als ze heel goed zijn voor in de springsport, dan gaan ze op een duur worden ze opgeleid en dan gaan ze naar een topruiter toe. Ja, of ze worden verkocht. En heb je een paard in de sport nu lopen die jij gefokt hebt die hoog loopt? Ik zelf niet, nee. Een goede kennis van mij wel, waar een aantal van deze paarden ook van zijn. Die heeft nog wel een paar in de top lopen. Dus die staan bij Marcel de Boer. En dat gaat heel goed. En dat hoop je dan toch uiteindelijk, toch? Dat een product van jou dan ook echt onder een goede ruiter komt. Daar fokken we voor en dan hoop je dat er een keer eentje naar de Olympische Spelen mag. Zo, ja, dat zal geweldig heen. Ja. Dus daar doe je het voor. Ja, loopt er hier eentje tussen waarvan je zegt, oh, dat is wel een hele mooie? Wij denken dat hier twee hele goede paarden tussen lopen, maar je denkt altijd je eigen, dat het altijd de goede zijn, maar dat is niet altijd zo. De meeste mensen denken altijd dat ze de beste hebben, maar als je echt serieus moet kijken, dan moet je wel streng voor jezelf zijn. Ja. Maar ik heb er niet heel veel verstand van, wel een beetje. Ja, ik zag deze net lopen en toen dacht ik wel, nou... Ja, heb je wel goed gezien, ja. Je kunt er wel verstand van hebben, dat is wel een van de betere, ja. Ja, hè? Klopt, ja. Ja. Dus, maar die moet dus nog wel even terug zo meteen. Die gaat weer terug zo meteen daar. Dan haal ik de oude pony van de auto af. Ja. En dan loopt hij er mooi achteraan. Hij zit al wel te kijken van zo, wat gaat daar gebeuren? Ik dacht dat de pony altijd kleiner was, maar... Nee, ponies gaan tot 1,56. Oh, waar hou jij die dat is een e-pony. Paardenkennis vandaan dan? Ik heb er zelf een, hè? Je hebt er echt eentje? Ja, ik heb ook een beert. Oh. Kijk. Nou, dit werkt tot zover. Dit werkt heel goed. Goed, hè? Hij heeft niet door dat hij eigenlijk in de val wordt gelokt, hè? Dat is het mooiste van alles. Kijk, hij denkt alleen maar van, nou, leuk. Lekker, leuke pony. Ze gaan daar allemaal weer over het dammetje heen. Ja? Nou, die ene die blijft nog een beetje achter. Kom maar. Dat is Jan de cameraman. Goed volk. Nou, het is weer voor elkaar. Het is weer voor elkaar, gelukkig wel. Ja, we kunnen weer terug. Jullie hulp, we hebben niet heel veel gedaan, moet ik zeggen. Nee, maar elke hand helpt, hè. Nou, ga je weer mee terug? Ja. Missie volbracht. Hij kan wel mee in het busje. Ik neem haar mee. Kom maar.
Nou, ik heb een nieuwe pony. Ja. Ik ga zo mee in de bus. Ja. Wil je nou nog meer video's zien van RTV Noord? Abonneer je dan hier en vervolgens kun je de video's dan aan deze kant weer kijken. Veel succes. Mooi.